eens, opa. Een kaartje van papa en mama. Ach, wat aardig. Wat schrijven ze hier? Is alles goed? Bij jullie ook? Liefst van ons allebei. Wat origineel! Nou, kijk hoor. Deze is voor mij. Hey, Jezus. Voor opa Willem. Deze is voor jou. Oh ja, dankjewel. Voor mama. Opa. Is het niks voor mij? Voor mij. Nee, deze is nog voor jou. Dankjewel. Waarom krijg ik nou nooit eens een kaartje of een brief? Schrijf zelf eens een kaartje of een brief. Mag wel eens helpen. Nou, doe eens normaal, opa. Ja? Hij heeft nog niet eens een leesplankje uit. Aap, nood, mies. Ja, je moet echt geen wonderen verwachten van hem, hoor. Ja, het is eigenlijk onzin dat geschrijf. Tegen de tijd dat ze die brief ontvangt, heb je er al lang weer gebeld. Ja, zal ik je de telefoonrekening van deze maand eens laten zien dan? Ah, maar ik ben de hele maand weg geweest, opa, dus. Dus is de telefoonrekening de helft van alle andere maanden. Zwak hoor, opa. Heel zwak. Oh, ik vond het een hele sterke, joh. Nou, ik denk dat ik de boel maar eens oppak, naar de bibliotheek ga om mijn correspondentie te... Opa, ben je een beetje aan het dementeren? Zeg maar, heeft dit te betekenen, Willem? Dit heel bijzondere plantje vond ik in mijn kast, te midden van een stel geknakte begonia's. Hartelijk dank, Rick. Oh, dus daar was hij. Ik heb me de kleren gezocht naar die rotbal. Ja, vind je het een wonder dat je niks kan vinden? Er loopt een spoor van al jouw rotzooi door het hele huis. Ik vind het een wonder dat er überhaupt nog wat op je kamer ligt. Waar het ook een ontiegelijke rotzooi is. Oh, dat valt best mee, opa. Dat valt helemaal niet mee. Als Klein Duimpje jou bij zich had gehad, dan was de geur van je sokken al genoeg geweest om de weg naar huis linea recta te vinden. Wat kan je toch leuk vertellen, opa? Nee, maar even zonder dolle, Rick. Je maakt er echt een waanzinnige puinhoop van, hoor. Ik vind zelfs spullen van jou onder mijn bed. Oh, wist je nou dat mijn pakje condooms was? Dat kan tegenwoordig iedereen zomaar uit de muur trekken. Lachen, Rick Bol. Je moet zo lullig doen, joh. En jij doet lullig. Je hoort aan mijn kant van de generatiekloof te staan. Nou ja, er is helemaal geen generatiekloof meer. Want die is opgevuld met jouw rotzooi. Eigen partij zegt het. Ja. Waarvan akte? Beter een creatieve rotzooi dan een opgeruimde leegte. Sapper de flap. Je kan wel merken dat hij in de eindexamenklas zit. De spitsvondigheden vliegen mij om de oren. Ja, maar rotzooi blijft rotzooi. Creatief of niet. Nou, vooruit. Ga je kamer opruimen, joh. Nee, opa. Dat doe ik straks. Nee, dat doe je nu. Zoals het woord gods door de missionaris naar de heidenen wordt gebracht. Zo breng jij het woord van Henri Buys naar jouw kamer. Opruimen! Geef toe, Rikje, opa. Kan er ook wat van, hè? Ja. Opa's, ik ben echt een beetje te oud om naar mijn kamer gestuurd te worden om hem op te ruimen. Te oud. Op de dag dat jij oud genoeg bent, dat je niet meer naar je kamer hoeft gestuurd te worden om hem op te ruimen, ben je oud genoeg dat je niet meer aan je kamer gestuurd moet worden om hem op te ruimen. Ja, ik ga. Nee. Maar ik zou graag willen dat jullie me nou eindelijk eens een beetje als een volwassene gingen behandelen, opa's. En dat meen ik. Ja, maar dat doen wij ook. Volwassen betekent namelijk dat je af en toe iets moet doen wat je niet leuk vindt, maar zonder kinderachtig gezeur. Ik dacht dat je juist moet doen en laten wat je wilt als je volwassen bent. Als lid van de hardwerkende klasse, jongeman, kan deze opa je verzekeren dat zoiets als doen en laten wat je wil in het leven uit je contract wordt geschrapt. Behalve staken. Wat zegt hij nou, vriend? Wat bedoelt u daarmee, meneer de ex-burgemeester? Nou, dat lijkt me nogal duidelijk, zeg. Die snotneuzen van tegenwoordig die staken bij iedere scheet die ze dwars zit voor een hoger loon en minder werk zou verboden moeten worden. Nou, dat kan gelukkig niet, want staken is een recht, meneer de ex-burgemeester. Ja. Met ludieke petjes lopen gossen in een met ballonnen versierd feestzaaltje een recht. Kom nou, zeg. Ja, maar nou vind ik het niet leuk meer, Harry. Dat is een duur verworven recht. Ja, opa, Stuyvesant! Niet aan het ontbijt en in het weekend, dat is ons duur verworven. Okay. Hallo, mag ik binnenkomen? Oh ja hoor, jongen, kom binnen. Heb je al ontbeten? Ja, dank u. Hé, hey, Wout, wat is er? Je kijkt zo zorgelijk. Ja, ik heb mijn propenduizen niet gehaald. Hé, wat zeg. Ja, en dat is nog niet alles. Dit staat vanmorgen bij de post. Hé, hey, laat het eens zien. Oh, jongeman. Ja hoor, je moet in dienst. Oh, hey, maar kan je niet iets verzinnen met je geweten? Hoe heet dat nou ook alweer? Principiële dienstweigeraar. Ja. Ja, weet je wat die dienstweigeraars moeten doen in plaats van een diensttijd? En hoe lang? Nee, ik kijk wel uit, zo groot is mijn geweten ook weer niet. Ja, misschien word je afgekeurd, alsjeblieft. Ja, ik heb ogen als een valk, longen als een blaasbalg en een hart als een stoommachine. Ik druk me verdomme 30 keer op zonder een druppeltje zweet op mijn voorhoofd. Ja, dan ben je mooi de lul natuurlijk. Mag je bij de commando's. Het is verder heel goed voor je opvoeding, hoor. Nee, je leert kameraadschap. Ja, solidariteit. Je maakt vrienden. Nee, ik heb het helemaal niet verkeerd gehad in mijn diensttijd, hoor. Nou, als bij mij zo'n brief in de bus valt, dan druk ik me als een wilde. Geen sprake van. Een kleinzoon van Henri Buys drukt zich niet uit de militaire dienst. Nee, die kent zijn verantwoordelijkheden tegenover de gemeenschap.
En die gaat als koningin en vaderland hem roepen? Voor koningin en vaderland. Ja, maak ik dat zelf nog wel uit, hoor, opa. Dat maak jij helemaal niet zelf uit, zo waar ik Harry Buys heet. Maar opa, ik dacht dat ze de dienstplicht hadden afgeschaft, dus dit is een overbodige discussie. Nee, dat is pas volgend jaar. Of zelfs over 2 jaar. Dat is toch nog niet duidelijk, Harry? Duidelijk. Politiek duidelijk. Tegenwoordig wordt de politiek bepaald door politici die de rechterhand niet willen laten weten wat de linkerhand doet. Behalve als er verkiezingen zijn. Dan stelt de linkerhand de commissie samen om uit te zoeken wat de rechterhand zonder medeweten van de linkerhand heeft gedaan. Wat fout is. Als ze daar dan achter zijn, dan zijn de verkiezingen afgelopen en dan is er een nieuwe linkerhand. En die nieuwe linkerhand die wil wel eens weten wat de oude commissie die de linkerhand heeft aangesteld om de commissie van de rechterhand te laten onderzoeken wat ze fout hebben gedaan. Ben even de draad kwijt. Waar was ik? Bij de oude linkerhand, opa. Ah ja. De oude linkerhand. In mijn tijd was het beter. Ja. Tenminste, en de linker- en de rechterhand nu was het deed. Maar dat schijnt zo te moeten bij de VVD. Maar wij, van de PvdA... dansten om de meiboom en propageerden het gebroken geweertje. En wat is daarvan terechtgekomen? Nee, jongen, een beetje discipline is echt wel op zijn plaats. Naar boven, kamer opruimen. Nee. Ah, daar ben je. Kom maar even mee, dan zal ik je laten zien hoe ik het hebben wil. Nee, opa, ik kan nu niet. Ik heb een afspraak met Marijke. Dan stel je dat maar uit, want je gaat nu het schuurtje opruimen. Zoals de laatste 3 weken al zo'n 100 keer is afgesproken. Anders zet ik die rookbrommer van je bij het grote vuil. Ja, dat moet je durven. Nou, dan moet jij eens opletten. Ja, opa, ik doe het straks als ik terugkom. Wat geeft dat nou? Omdat je dan weer een andere rotsmoes hebt. Opa, ik doe het straks! Niet straks! Nu! Hé, wat is dat voor geschreeuw? Ik zit hier te werken. Waarom schreeuw je zo, Willem? Omdat die jongeman mijn schuur zou opruimen, maar het verdomd. Nee, helemaal niet. Ik heb alleen een afspraak. Nu straks maak ik alles picobello in orde. Ja, maar dat kan niet. Nee. Maar waarom nou niet? Omdat je straks je kamer op moet ruimen. Dus ruim je nu het schuurtje. Ga je gang. Nee, opa, ik kan nu niet. Hou jullie nou toch eens op met dat gezeik. Ja, de hele dag zitten jullie bovenop mijn lip. Gestoord word ik ervan. Ik ruim heus wel dat rotschuurtje en mijn kamer op, maar in mijn eigen tijd. Zeg, dan moet je dus goed naar me luisteren, jongeman, zolang jij hier in huis woont. Maken opa Harry en ik hier de dienst uit en doe je precies wat wij willen. Zonder gezeik. Goed begrepen, jongeman. Want alles wat jij niet doet, moeten wij doen. Dus je laat lekker de handjes wapperen, zodat niet alles op de schouders van je opa's terechtkomt. Het komt helemaal niet allemaal op jullie schouders terecht. Jullie trekken het allemaal zelf naar je toe, omdat jullie je met alles bemoeien. Als ik rotzooi wil maken in mijn eigen kamer, laat me dan rotzooi maken in mijn eigen kamer. Ik wil mijn eigen leven leiden en niet de hele dag worden betutteld door 2 oude mannetjes. 2 oude mannetjes? Ik zie er maar 1. Ik hoor. Ja, ik vind het toch niet leuk, hoor. Ah, ik begrijp het wel. Ja. Hij wordt volwassen. En er hoort bij dat je je afzet tegen de gevestigde orde. Hoor mij nou eens, wie had er nou kunnen denken dat ik ooit nog eens de gevestigde orde zou vertegenwoordigen? Ja. Ik heb mijn hele leven gedaan. Het valt wel mee, hoor. Ja, hoe vond je hem, zeg? Onze rebelse jongeling, hè? Zijn eigen leven. Dramatisch, hè? Ah, vertederend. Ja, ja, ja. Maar als hij thuis komt, gaat hij onmiddellijk zijn kamer opruimen. Als hij klaar is met het schuurtje. Zo, tering, hij te gek. Jongen. Hey, kijk eens, hoe vind je het? Dat is hartstikke goed, Harry. Hey. Oh, heel fijn dat u er ook bent, meneer Buys. Kan ik uw commentaar ook gelijk even meenemen? Ja. Bons. Ja, begrijpt u wel. Hey, dat is voor het bonbonshoppie van Nicole. Ah! Bons. Ah, ja. Lekkere bonbons betekent dat. Dat is voor ons. Ja. Maar niks zeggen, hoor, want het is nog een verrassing. Ja, nee. Mijn lippen zijn verzegeld, hoor. Maar zij is bonbons mannelijk? Hey. Ja, nou, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, kijk, als het vrouwelijk was, dan zou het zijn bonne bonbons. Oh, zo. Nou, dat weet ik niet, hoor. Weet jij dat, Willem? Geen idee. Nou, ik zal wel even voor je nakijken. Nee, alsjeblieft niet. Dan kan ik het over laten maken. Oh. Weten die mensen veel of bonbons nou mannelijk of vrouwelijk zijn? Nee, laat toch zitten. Hey, maar wel geinig, hè? Bons, bonbons, toch? Ja. Voor de zekerheid kijk ik toch wel even na. Ja. Maakt het uit. Bon, hè? Ja. Bon. Zie je nou hoe het werkt? Absoluut. Hey.
Zo, nou, wat vind je er zo van? Nou, dat ziet er hartstikke goed uit. Hey, is dat een blikvangertje of niet? Dat kan je zien tot in Kralingen toe. Ja, als de mensen maar niet denken dat het hier een casino is met al die flikkerende lichies. Nou, dat kan mij helemaal niks schelen. Nee, zolang ze maar binnenkomen, geld uitgeven. Wat ben jij toch een geldwolf. Waarom zet je daar niet twee grote elektromagneten? Dat zaagt het geld zo uit de zakken, nog voor ze binnen zijn. Nee, dat vind ik helemaal geen goed idee. Oh. Nee, waar moeten ze dan hun bonbons van betalen? Nee, je kan beter die magneten aanzetten als ze weer weggaan. Dan pik ik gelijk nog wat wisselgeld mee, begrijp je? Nou, dat heb je niet al. Verrassing, goed kijken. Wat moet ik zien dan? Ik zie niks. Nou ja, daar, of mankeer je wat aan je ogen? Oh? Hey, gigantisch toch, hè? He, vind je niet? Hey, bons, bon, bons. Ja, nee, het is natuurlijk spiegelbeeld, hè? Maar van buiten kun je het goed lezen, natuurlijk. Wat verschrikkelijk. Aardig van jullie, jongens, echt waar. Hey, ik heb het bedacht, ik heb het laten uitvoeren en ik heb het betaald. Ja, ik heb alleen maar geholpen met ophangen, hoor. Hey, wat vind je van het kleurtje eigenlijk, hè? Hey, te gek, toch? Hey, bons, bon, bons. Dat swingt toch de pan uit, dan? Ja, het spijt me heel erg, maar dat ding, dat moet daar weg. Wat zeg je? Moet dat, jij bedoelt dat dat weg moet? Ja, nou kan ik je even die volgen. Ja, net zeg je nog dat je het helemaal te gek vindt. Ja, het idee en zo. En het staat ook leuk. Maar wij zeggen in België praline. Praline? Heb ik nooit van gehoord. Jij, Willem? Frans? Nee. Na de lagere school is dat helemaal weggezakt. Hé, maar wat zijn dat dan, praline? Bonbons. Maar dat staat er toch? Nee, dat staat er niet. Nou ja, ben ik nou gek of ben jij het? Bons, bons, bons. Dat staat er wel. Ja, goed, in spiegelbeeld, maar het staat er wel. Precies. Bon, bonbons. Nee. Bonbons is Nederlands en bon, dat is Frans. Nee, ja, nou, dan zit jij goed met je Belgische bonbons. Nederlands en Frans. Krijg je ook die taalstrijd niet over je? Nee, dat is toch kat in het bakje. Tweetalige bonbons voor de prijs van één. Nou, wat wil je daar nog meer? Ja, maar ik sta voor gek bij de Fransen, de Belgen en de Hollanders. Ja, het spijt me verschrikkelijk, maar dat ding daar, dat moet uit de etalage. Nou, ik begrijp er geen moer van. Dat is toch een leuke woordspeling? Ja, het is een leuke woordspeling, maar die werkt alleen als het de juiste is. Maar heren, doe nu toch alsjeblieft niet zo moeilijk, zeg. Het spijt me meer dan ik u zeggen kan, maar dat ding, dat moet daar weg. Als Belgische kan ik dat niet maken. Nou, oké, ik pak de trap wel weer. Ja, en ik mijn gereedschap. Bon! Leuk stukje, Rick. Ja, denk je dat het iets is voor de schoolkrant? Zeker weten. Ik wist niet dat jij zoveel van de Rolling Stones af wist. Ja, mijn moeder is fan al sinds de jaren 70. En ze had boven nog wat plakboeken liggen. Daar heb ik een beetje in zitten bladeren. Ah, te gek. Het is altijd zo moeilijk om genoeg kopij voor de schoolkrant bij elkaar te krijgen. Ik moet dat ding soms wel helemaal in mijn eentje schrijven. Onder 5 verschillende namen. Ja, maar jij schrijft ook erg goed. Vind je? Ja, nou dat stuk over die fascistische coach, dat vond ik echt waanzinnig. Ja, vind je het gek? Dat ging zo wat helemaal over jou. Oh ja? Nou, daar heb ik niet zo op gelet. Ik moest tijdens het schrijven de hele tijd aan je denken. Te gek. Ik weet ook niet zo goed hoe dat kwam. Zeg, jij ging toch met Dorientje? En met Louise. Met alle twee? Ja, ik kan alleen maar moeilijk kiezen. Die twee konden elkaar natuurlijk wel vermoorden. Eerst wel, maar ja, later vonden ze juist steun bij elkaar. Nou, daar gingen ze zo in op dat ik soms wel eens dacht dat ze... Dat ze lesbisch waren? Ja, dat moet haast wel. Waarom hebben ze me anders laten vallen? Nou ja, nou ben ik weer alleen. Dat is moeilijk, maar ik sla me er wel doorheen. Misschien heb ik wel een vriend. Doe niet zo gestoord. Dat zou zonde zijn. Waanzinnig zonde. Vind je? Jij bent echt een man voor een vrouw, Rick. Ja. Dat hoor ik wel vaker. Ik geloof dat jij een heel gevoelig mens bent, Rick. Dat is mijn probleem. Ik ben heel gevoelig. Vrouwen, van het meest lullige wissewassie maken ze zo'n probleem. Eerlijk hoor. Bons, bons, bons. Nou, dat is toch hartstikke geinig, hè? Bons, pralines. Ja, dat klinkt helemaal niet. Nee, joh, wij zijn hartstikke mesjoggen, weet je dat? Nee, wat wij hier nou staan te doen, dat is helemaal getikt. Laat ik een mooi uithangbord maken. Handjes laten wapperen, haar. Ik ben geen uithangbord. Nee, joh, weet je wat het probleem is? Ja, dat jij staat te lullen, ik dit ding omhoog staat te houden, terwijl jij geen flikker uitvoert. Nee, even serieus. Ja. Nee, het probleem met ons is, als het om vrouwen gaat, dat we meteen ons verstand verliezen. Eerlijk, hoor. En ik weet nog precies wanneer dat met mij is gebeurd. Ik zat in de 6e klas, lagere school. En ik keek door het raampje van het gymnastieklokaal. En ik zag Annelies Vermeijeren uit 2 Mulo in de blote kont staan. Nou, hop!
ineens schoten zo mijn hersens in mijn klokkenhamerspel. En dan zit dat tot op de dag van vandaag nog, eerlijk hoor. Ja, nou, dat is zeker een probleem. Maar waarom ga je niet eens op je hoofd staan? En kijk je naar een porno-videootje? Misschien dat die dingen weer terugschieten. Ja. Kijk eens. Oh, ja. Zit hier neer, jongens. Wacht even. Ja, heb eens. Zo, een blaadje erbij. Ja, dankjewel. Even kijken. Zo. Ja, even. Bons, bonbons. Klinkt eigenlijk heel erg leuk, hè? Jammer dat ze praline heten. Ik moet nog een boodschap doen. Hm? Nou, kom je dan nog wel terug? Nee, liever, dat loont de moeite niet. Sluit jij maar af. Ik ga gelijk door naar de bolbuisjes. Tot straks. Daar. Alsjeblieft. Ja, zeg, daar wou ik het even over hebben. Nou, Nicole er toch over heeft. Ja. Hoe lang kunnen jullie eigenlijk nog blijven bij de bolbuisjes? Oh, wanneer sodemieteren jullie eigenlijk eindelijk eens op, dat bedoel je? Nou, dat heb je mij niet horen zeggen. Maar het komt er wel op neer, ja. Nee. Hoe ver zijn jullie boven? Nou, we zijn bijna klaar. Kijk, er moet nog wat vloerbedekking op. En dan moeten we morgen nog een bed gaan kopen. Maar ja, we kunnen best een nachtje op twee matrassen slapen. Nee, ben je gek? Dat is ook weer niet nodig. Ja. Maar ja, Rick slaapt in zijn eigen bed. En ik wil wel eens van de bank hier in de tv-kamer af. Nee, nou, ik begrijp het heel goed. Jij wil gewoon je eigen kamer terug. Zo, en dat voor iemand die zijn hersens in zijn klok- en hamerspel op zitten. Ik voel het allemaal water, laat ik het zo zeggen. Hè? Nee, maar je hebt gelijk, joh. We hebben al lang genoeg van jullie gastvrijheid gebruik gemaakt. Trouwens, ik wil ook wel eens een keer van dat kaleren veldbedje af, weet je dat? Nou ja. Ja. Bons. Het is toch hartstikke geinig, joh. Wat moet ik er nou mee? Haal de eerste B eraf. Hang hem boven de toonbank. Een ons bonbons, alsjeblieft. Ja, lachen. Ja, maar pas maar op, ouwe bol. Als je niet oppast, dan ga ik zo nog een week langer bij de bonbuisjes, hoor. Kijk jij maar uit. Proost. Ja, proost. Jij gaf je oren niet. Wat? Rick heeft het schuurtje Picobello opgeruimd. Ja, ik weet het. Ja. Maar het wordt nog erger. Wat dan? Hij is nu zijn kamer aan het opruimen. Nee. Dat wordt gewoon griezelig. Vind je ook niet? Ja. En het wordt nog veel erger. Oh jee. Nou, ik kan niet meer hebben, hoor. Hij is zojuist de stofzuiger komen halen. Het wonder is geschied. Hey, ik maak er hier een bedevaartplaats van. Dan verkoop ik gelijk Maria-beeldjes en zakjes patat gezond. Maar ik wil dat mirakel wel even met eigen ogen aanschouwen. Nee. Laat hem nou maar. Hij heeft een nieuw vriendinnetje, een Marijke. Oh, hij heeft een werkster versierd. Ja, ik dacht al, dat kan niet. Dat gaat te ver. Nee, ik geloof niet dat hij haar versierd heeft. Ja. Ik krijg meer de indruk dat zij een zekere invloed op hem heeft. Kan wel, maar ik ga toch even kijken, hoor. Dan ga ik even meekijken. Zo, en ik ook. Wat doe je? Nergens aankomen? Nee, joh. Ik hou alleen die vieze stickers van je bureau. Je opa's hadden wel gelijk, hoor. Je hebt er een pestzooi van gemaakt hier. Het is mijn kamer en mijn pestzooi. Ik hou er niet van als het een pestzooi is. Ik vind het overigens wel zwak, hoor, van die Wouter. Wat vind je zwak? Nou, wat je vertelde over die Wouter, dat hij zich wil drukken voor het leger. Waarom is dat zwak? Nou, wat hij niet doet, moet een ander voor me opknappen, toch? En ik hou er niet van als mensen zich aan hun verantwoordelijkheden onttrekken. Oh, je hebt zeker even met mijn opa gepraat toen ik niet keek. Helemaal niet, dat vind ik gewoon. Maar jullie meiden hebben makkelijk lullen, jullie hoeven niet in dienst. Nee, maar ik ga wel. Zit je vader bij het leger soms? Nee, bij de marine. Hij is duikbootcommandant. Gaaf. Ik ga ook bij de marine als ik van school afkom. Jij? Tuurlijk, lijkt me hartstikke gaaf. Hé, maar stofzuig eens door. Niet lullen, maar poetsen, zegt mijn vader altijd. Dat is inderdaad het geluid van een stofzuiger. Maar ik wil met mijn eigen ogen Rick zien stofzuigen. Ik ga naar binnen. Oh, hoi, opa's. Ja. Hallo. Nee, Rick, niet om die stoel en je moet hem even weghalen. Dan kan je er beter bij. Zie je, zo'n meisje, daar heb je tenminste nog eens wat aan. Blijf je eten, Marijke? Dat kan helaas niet. Ik heb vanavond een basketbaltraining. Ach, wat jammer. Ander keertje dan, hè? Ja, natuurlijk. Maar vindt u het goed als we nu even doorgaan? Oh, maar natuurlijk. Oh ja, ga door. Ja, hoe vind je die? Nou, ik vind het een mooie meid. Ja, dat wel, maar Rick met een stofzuiger is al. Ja. Nou, dat zou ik er ook voor over hebben. Oh, ja. Ja. En haar, hoe staat het uithangbord? Oh, breek mij in de bek niet open. Oh ja, over dat bord gesproken, Nicole. Ik kan je geruststellen. Het is in orde, hoor. Bonbon is mannelijk. Hoe kan het ook anders? Oh, ik vind het zo jammer, hè. Ik zit er echt mee. Waarmee? Nou, bonbons heeft bij ons een Belgische praline. Ja, maar bonbons kan ook. Nee,
Dat is iets anders. Dat zijn snoepjes en zo. Dus wat ze bij jullie bonbons noemen, heet bij ons pralinen. Ja, maar bonbons is ook goed. Ik heb het opgezocht in het woordenboek. Waar is dat woord? Ik had het speciaal hier neergelegd om het eventjes aan Nicole te laten zien. Oh ja, oh, dankjewel, schat. Ja, ja. Papiertje tussen gedaan. Ja, nou, hier staat het. Hier. Kijk. Bonbon, bonbon. Aha. Ah. Ja, bij ons thuis zijn ze altijd pralinen. Ja, maar bonbon kan dus ook. En de wereld is iets groter dan bij ons thuis in België. Heren, hallo. Ik heb goed nieuws. Zeg, wat mag het goede nieuws dan wel zijn? Hang dat uithangbord maar weer terug. Hallo, hey. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Het is een bak van mijn hart. Opa, ja. Ik breng Marijke even naar huis. Ja, blijf niet te lang weg, hè. We gaan over een half uurtje eten. Nou, ik zorg er wel voor dat hij weer op tijd thuis is, hoor. Oké. Okay. En je moet me even aan helpen herinneren dat ik je dat foldertje over de marine meegeef. De marine? Wat moet jij dan weer met een foldertje over de marine? Eens even bekijken. Dat is best wel kicken wat Marijke vertelde over de marine. Bij de marine is het zo. Ik ga er zelf ook bij. Hé, maar Rick schiet even op met de stofzuiger, dan kunnen we gaan. Zo te zien heeft Rick nog weinig te vertellen. Ja. Maar als Rick eenmaal zijn eigen leven leeft, dan zal hij nog eens met weemoed terugdenken aan die twee oude zekers van opa's van hem. Mag ik een dronk uitbrengen op onze rebelse jongeling? Hè? Santé. Daar ga ik. Ja. Ik zou het niet.